De gemeenteraad in Wijchen wil dat Wijchen in 2040 energie-neutraal is. Voor het zover is, moet er nog het een en ander gebeuren. Op dit moment wordt er maar 3% van de energie duurzaam opgewekt. De wethouder Titus Burgers van Duurzaamheid heeft er alsnog vertrouwen in dat Wijchen in 2040 energie-neutraal zal zijn. We hebben ook een avond georganiseerd waarin we eigenlijk 20 projecten presenteerden. En dat gaat van het verduurzamen van woningen. Dat gaat over initiatieven die er zijn op het gebied van windenergie. Nou, zo zijn er heel veel grote en kleine projecten die in wisselende vorm en samenstelling nu plaats aan het vinden zijn. Voor de windenergie is nog iets aparts opgezet. De gedragscode. En wij hebben gekozen om met elkaar criteria af te spreken. Dat noemen we de gedragscode. Van hoe kunnen we met de wet en regelgeving die er is, maar ook nog in de Wijchense situatie, op een zorgvuldige manier die windenergie hier implementeren. En ja, dat is een heel voortraject wat wij als gemeente eigenlijk vormgegeven hebben. En het is nu aan de initiatiefnemers om te zeggen van, hey, goh, kan ik met deze wet en regelgeving en met de gedragscode, zie ik dan toch mogelijkheden om met windenergie in Wijchen een voorstel te komen. En zij komen nu met een voorstel. En dan gaan we kijken van, nou ja, voldoet dat aan de gedragsregels? Welke stappen moeten we nog zetten? En hoe gaat het er straks uit komen te zien?